goeiedag allemaal, welkom to een nieuwe vlog. Vandaag ben ik bezig in Nijkerk, dat is dichtbij de zaak. En vandaag gaan wij testgewichten hijsen voor op een cutter dredge. Deze testgewichten zijn nodig om het stabiliteit van de cutter dredge te evalueren. En zo wordt die dus gekeken als alles goed is en dan is het in feite voor mij erop hijsen, wordt gekeken, verplaatsen, weer erop hijsen, of verplaatsen, weer erop zetten, weer verplaatsen en al dat soort dingen doen. Dus ja, ik heb twee GoPro's, eentje doet de timelapse en dan die andere, zoals deze, die hang ik zo op en dan kun je een beetje meekijken wat ik doe. En ik wens jullie heel veel kijkplezier vandaag en dus je gaat zien zo. Deze plakken gewicht die moeten precies op vooraf bepaalde plek komen. En daar leggen ze onder nu wat latjes hout neer zodat ze niet het lak beschadigen. Hij moet nog heel iets naar achteren. Als koos zag jij dat hier gewichten naast de bolder. Ja, haak je op. Zak hem af. Het gewicht gaat op zo'n dredge en hij ligt in het water, dus hij beweegt ook constant. Dus je kunt wel een gewicht aanhouden, maar het verandert toch wel een heel klein beetje van hoe het schip ligt. Of het schip, cutter dredge. Dit is een Damen CSD 650. Heel en maar los. Ja, nog een keer 4 ton erbovenop. Sorry, 3 moet er bovenop. Ja, ik wou net zeggen, want 4 ton erop, dan wordt het 8 ton. Ja, precies. Dan pak even met je achterste de bovenste eraf. Oké, dus voor mensen die heel veel sporten en die heel veel gewichten tillen, nou, ik doe precies hetzelfde. Ik kan ook zeggen, I lift weights, bro. Deze gewichten, dat vertelde de chauffeur die het kwam brengen, zijn geëikte gewichten. Dus ze hebben allemaal een gecertificeerd gewicht om deze test dus te mogen doen. Dus hij zegt van gewoon rustig aan doen met die gewichten en voorzichtig zijn, want het zijn nogal aardig dure dingen, ook al zien ze er ruig uit. Nu heb je wel 3 ton. Ja, klopt. We waren met die 500. En dit is nou ook 3 ton, dus dat is goed. Het mooie is dat deze blokken mooi op elkaar vallen, dus zolang de eerste goed staat is er gewoon de bovenste gewoon mooi opstapelen en klaar. Dus we niet echt, je moet wel rustig en precies zijn, maar niet dat je elke stapel, dat die jongens hard erop moeten werken om ze erop te duwen. Gewoon een beetje in bedwang houden, rustig aanbrengen, is voor de jongens ook al een hele hoop. Het hele schip kan ik in één keer doen, of cutter dredge. Dus vanaf één plek, mooi. Ik kan het een beetje met 2,5 ton naar 32 meter brengen. Dus dat is wel lekker. Daarvoor is eigenlijk wel, sta ik dicht bij de kader. Ik sta er ongeveer een goede 1,5 meter vanaf.
Maar ik weet, omdat we hier dus vaak ook hijsen met zwaardere jongens, is deze kade aardig stabiel en stevig. Dus het is niet zo van dat ik deze kade niet ken en zomaar dichtbij zet. Deze kade is aardig bekend bij ons. 6,5 moet daar komen, dus pakken we eerst deze 4. Het is wel leuk dat deze gewichten in feite bijna precies kloppen met het met wat de kraan aangeeft. Ik heb nu een beetje 4,5 ton en het klopt ook. 4,4, 4,5. Want die blokken zijn precies 4 ton en mijn hijsblok 400 kilo. Ook al staat het er niet op, het is wel ideaal. Aan de kant ligt ook nog 4 ton, 2 keer 2. Oké, maar we moeten naar de 7. Ja, nu heb je dus 2, 3, 4. En dan heb je die ene die ernaast ligt, breng hem straks daar naartoe. Leg er op eentje, dan heb je 7 ton. Oké, dus je wilt dit stapeltje nog op die zetten? Nou, misschien dat net kan. Je wilt deze eerst aan de buitenkant aan dek zetten, deze 4 ton. Ja, dat bedoelde ik. Want je moet sowieso toch 2 keer hijsen. Ja, oké. Okay. Oké, okay, nou, een beetje gauw hoer. Er moet 7 ton aan de andere kant van die vaste kraan op het dek. Maar hij dacht dat ik in één keer die 5 ton wou doen, maar dat 5 ton, ja, het kan wel net. Ja, dat is een beetje een hulppositie. Ik zou hem eerst even buiten boord hijsen helemaal, want hij zit naast de kraan en er zit ook nog een E-kast. Nou, deze gaat dus wel even een... mooie. Ja, dit is ongeveer goed. Eerst maar een stuk zakken. Ziet, ik had die 5 ton wel gekund. Maar waarom moeilijk doen als het makkelijk kan, want het moet toch 2 keer hijsen. Dus dan pakken we 4 en 3, pakken op dezelfde stapel. Even stoppen, Tristan. Even de bankjes goed leggen. Weer heel rustig op toppen. Een beetje in de gaten houden.
Ja, nog een beetje op tot de hoogte bewaren. Oké, stop maar. Alleen zakken. De vlucht in de gaten. Een haartje op, even rechts zetten. Vol is ik alleen op de toppen, want dan krijg ik hem sowieso al in. Het mooiste is, ik kan hem net zien nog, dus deze is best wel mooi. Ja, zak hem aan. Staat hij goed? Ja, hij staat goed. Zak hem aan. Ja hoor, opa, hij is hem aan. Dan moet ik wel even de vlucht bewaren in mijn hoofd. En ik pot nog een keer terug. Dan moet ik er nog even 3 ton naartoe brengen. En dan gaan we nog even een plakje van 1 ton pakken. Waarop de andere. Nou, ondertussen even een ander ijsje tussendoor voor de gasten. Wordt er ook even bij. Kutterarm te zetten, zoals dit officieel heet. Geef mij signalen voor vlucht. Ja. Ik denk dat ik ietsjes weer omhoog moet. Die dacht ik dus al. Echt millimeter naar boven toe. Echt niet wilde zijn, maar ja, het net gat mot er net in, dus. Ja, die jongens maken me vast. En dan, als die anderen er nog niet zijn om die testgewichten weer te verzetten, dan ja. Waarom er niet van gebruik van maken als het op elkaar staat? Voor hun is het alleen maar makkelijker. Hoef je het ook niet met de hefter te doen. Al een tweek rap. Bingo! Nou, de test is op dit moment afgerond. De listing van de cutter van zijkant naar zijkant is nu afgerond. En nu gaan alle testgewichten gaan er weer vanaf. Dus, nu mooi met de kraan bezig zijn. Mooi timelapse.
Nou, dat was het einde van de video. Ja, een beetje ja, hijsen, gewichten hijsen, een beetje rondzetten. En dan ja, de test is nu in ieder geval compleet volgens de jongens. De test is ook goed afgerond. Alle gewichten zijn nu weer op de grond gezet, zodat het bedrijf waar de testgewichten vanaf komen weer eens op kan halen. En nu ga ik weer, of nou eigenlijk sta hier nog een dag, maar nu ga ik weer wat ander werk doen. En de kraan blijft staan. En ja, dat is eigenlijk alles. Dus ik hoop dat je weer even genoten hebt. Ja, niet heel veel gepraat deze rit. Ja, het is eigenlijk meer luisteren dan wat ze willen. Alles goed in de gaten houden. En ja, zo gaat het eigenlijk. En het is een hoop concentratiewerk wat wij doen. Maar je laat wel een beetje zien wat voor werk het is. En ja, een beetje blind werk. Communiceren met de portofoon en dat soort dingen. Maar alsnog, ik hoop dat je genoten hebt. En ik hoop dat het een beetje ja, variatie aan klussen is. Het is wat het is. Anyway, hoop dat je het leuk vond. Geef een duimpje omhoog. En zie je de volgende keer wel weer. Dankjewel voor het kijken.